There's something that I want you to know. I'm gay. I am a girl who likes girls. I am bisexual. I want you guys to know that I'm gay. I would be closest to asexual. I am a lesbian. I'm gay. It is totally okay to be a girl who likes girls or a boy who likes boys. This is just one little part of who I am. Show people that it's okay to be gay, and that's who I am. Hallo mensen van YouTube, ik ben Thomas en ik maak vandaag een van mijn persoonlijkste video's ooit. Ik ben echt excited, what the fuck. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Zoals jullie misschien al kunnen zien in de titel, ga ik het vandaag hebben over mijn coming out story. Het is Pride Month en daarom leek het mij de beste gelegenheid om mijn coming out story aan jullie te vertellen. De mensen die me al eventjes kennen of via Instagram, die weten dat ik al een tijdje uit de kast ben. Daarom is het misschien raar dat ik dit soort video's maak. Maar ik weet nog dat ik een drietal jaar geleden nog niet uit de kast was en dat ik dit soort video's bekeek en dat dit echt een grote hulp voor mij was. Ik weet nog dat ik de coming out story van Troye Sivan had gezien van Dylan Garrick en van bekende mensen. En dat deze video's me echt hebben geïnspireerd en dat me echt heeft geholpen in heel het coming out proces. But anyway, laten we beginnen bij het begin. Op 28 februari 2001, om 12:45 ben ik geboren. Okay, just kidding, ik ga hier niet heel mijn levensverhaal vertellen. Like, dan gaat deze video uren duren. Maar het is wel een feit dat je ermee geboren wordt. Anyway, ik denk dat heel mijn coming out story begint in mijn tienerjaren in het middelbaar. Ik wist toen al dat ik niet straight was, maar ik kon ook niet in een hokje plaatsen van ik ben bi, ik ben gay. Of whatever. Ik heb toen ook met een aantal meisjes gedate. Ik was zelfs met een aantal meisjes samen geweest. Shocking, I know. Ik dacht toen dat het juist was, maar het voelde niet juist aan. Maar ik denk rond het vierde middelbaar ongeveer dat ik de Noorse serie Scam heb ontdekt. Dit is eigenlijk een tienerserie. Het gaat over het dagelijks leven van tieners. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken met What the Fuck van België. I don't know of je die serie kent. Wel, ik doe daarin mee. Allee, kinda. Ik ben zo een of andere stomme figurant die daar ineens op de achtergrond staat. But anyway, door Scam seizoen 3 ben ik dus te weten gekomen dat er een kans bestaat dat ik op jongens val. Want seizoen 3 gaat eigenlijk over twee jongens die op elkaar verliefd worden, Isaac en Evan. Door deze serie kon ik mij eigenlijk linken aan bepaalde personen dat ik ervoor niet had. Ik had geen rolmodel of zo. Ja, toen was ik echt van, oh shit, I like boys, what the fuck. Anyway, een van de allereerste mensen waar ik het heb aan verteld was aan mijn twee beste vriendinnen. Ik weet nog dat we rond de kerstperiode naar de kerstmarkt in Antwerpen zijn gegaan. En op de schaatsbaan heb ik toen aan hen verteld dat ik op jongens viel. Hun reactie ga ik nooit vergeten. Ze waren zo hyped, ze waren zo happy voor mij, ze knuffelden me. Ze zeiden van, oh my god, ik heb een gay best friend. Ja, want dat was toen echt zo'n mes om een gay best friend te hebben. Het grappige was ook dat ze al een tijdje wisten dat ik op jongens viel. Maar ik moest nog uitkomen met mijn ouders. En dit was een van de moeilijkste mensen waar ik het heb moeten vertellen. Allee, ik bedoel, als je dat nu vrienden vertelt en die zijn het daar niet mee eens, oké, whatever, vrienden zijn vervangbaar. Ik bedoel, als je vrienden dat niet mee eens zijn, dan zijn het niet waar. Ik bedoel, dan zoek je gewoon anderen. Maar als je ouders er niet mee eens zijn en je ouders daar echt een probleem aan maken, dan is het echt een dik probleem. Maar ik zat daar dus echt mee in. Ik weet nog dat we een rondreis hebben gemaakt in 2016, rond de kerstperiode naar Amerika. Ik weet nog dat ik heel die reis bezig was in mijn hoofd van hoe zou ik het vertellen, wanneer zou ik het vertellen, hoe zouden ze reageren en al die dingen. Dus ik heb eigenlijk niet veel van die reis kunnen meemaken. Ik zat heel altijd met mijn hoofd met andere dingen bezig. Maar ik vind wel heel spijtig iets, want achteraf bekeken was dat niet zo'n big deal en maakte het er echt iets veel groter van dan dat was. Maar dus, mijn nieuwjaar heb ik dus geprobeerd uit de kast te komen met mijn nieuwjaarsbrief. Maar dat is dus niet gelukt, want ik barstte in tranen uit en kon niet uit mijn woorden komen. Poging 2 is wel gelukt, want ergens in februari vroegen mijn ouders op een vrijdagavond van ja, wat scheelt er nu eigenlijk? Want ze wisten dat er iets aan de hand was met mij, maar ze wisten niet wat precies. Want ik voelde mij niet goed, ik was depressed. Ja, en toen heb ik het echt verteld van kijk, ik val op jongens. En hun reactie ga ik ook nooit vergeten. Dat is veel tranen gelaten, maar ze hebben me echt volledig geaccepteerd. En ik weet nog dat mijn ouders zeiden van, kijk, je blijft onze oudste zoon. Whatever je seksualiteit ook is, als je gelukkiger bent met een jongen, dan zijn wij ook veel gelukkiger. Na mijn coming out van mijn ouders is alles eigenlijk razendsnel gegaan. Ik leerde mezelf accepteren. Ik leerde nieuwe mensen kennen via Mi19. Dit is eigenlijk een online platform van wel jong niet hetero.
Door dit online platform heb ik echt wel een heleboel nieuwe mensen en leuke mensen leren kennen. En ik voelde me niet meer alleen en ik leerde ook de LGBTQ+ community kennen. Ondertussen ben ik ook uit de kast voor heel mijn familie, waar mijn ouders echt een grote steun in waren. Ik kan me echt geen betere ouders of familie voorstellen. Nadien ben ik ook voor vriendinnen op mijn school uit de kast gekomen. Ik kreeg enkel positieve reacties, maar ook als je voor een grotere groep uit de kast komt, verspreidt het zich ook sneller en zeker op school. Dus het heeft zich wel redelijk snel verspreid, maar dat maakt het voor mij wel veel gemakkelijker, dus iedereen wist dat gay was en dat was het dan ook. Maar het grappige was dat 3 maanden later, na mijn coming out, er nog 3 andere mensen hun coming out deden op school. Dus ik voelde me weer niet alleen. Ik bedoel, daarvoor kende ik niemand en dan ineens waren we met 4. En wat grappig was, was dat ik les heb gehad van een leerkracht die ook homoseksueel was. En dat wist ik niet. Het jaar nadien ben ik van school veranderd, omwille van dat ik een andere richting ging doen. Maar op mijn nieuwe school kende ik al mensen die wisten dat ik gay was. Ik kende ook mensen die zelf gay waren. Dus ik heb nooit mijn seksualiteit onder stoelen of banken moeten steken. Ik bedoel, ook zo van schooldag 1 heb ik gezegd van kijk, ik ben gay en deal with it. Maar op dat vlak was mijn nieuwe school echt wel zeer open-minded. Ik voelde me echt volledig op mijn gemak. Ik ben zelfs nu ook dit jaar afgestudeerd, zo jee. Als ik er na 2 jaar op terugkijk, was mijn coming out de beste beslissing ooit die ik heb gemaakt. Ik kon gewoon terug mezelf zijn. Ik ben gewoon volledig opengebloeid. Ik kan er ook echt open over praten en het wordt volledig geaccepteerd. Dus het was dus het einde van mijn coming out story. Allee, tenminste de belangrijkste dingen. Want eigenlijk gaat je heel leven door uit de kast moeten blijven komen. Want je komt heel je leven door nieuwe mensen tegen. En we leven nu eenmaal in een samenleving dat je verwacht wordt dat je straight bent. En als ze dan aan je vragen van, oh, heb je nog geen vriendin? Ja, dan moeten we wel zeggen van, ah ja, ik val wel op jongens. Dus heb je zo die awkward situaties. Mensen vragen zich soms af van, ja, wanneer is het dan eigenlijk de goede moment om uit de kast te komen? Een grote tip die ik kan geven is, kom uit de kast wanneer je er goed bij voelt en wanneer je omgeving er veilig voor is. Ik geloof ook niet in mensen die zeggen van, oh, we moeten in een open-minded samenleving wonen. Waar we niet uit de kast hoeven te komen, like, bitch, we leven nu in de realiteit. We leven in een samenleving waar iedereen verwacht dat we straight zijn. Dus het is belangrijk dat je dan uit de kast komt, dat je er duidelijk over bent en dat je er trots op bent. Anyway guys, dank je om te luisteren naar mijn coming out story. En het laatste wat ik wil zeggen is dat je seksualiteit maar een klein deeltje in is van heel je persoonlijkheid. Ik bedoel, stel je voor, dit is uw persoonlijkheid. En dit klein puzzelstukje is uw seksualiteit. Ik bedoel, dat is zo'n klein stukje van alles. Ik bedoel, dat bepaalt toch niet heel uw persoonlijkheid. En dit heb ik echt wel moeten leren. En waar we ook allemaal aan moeten werken, is dat we een persoon moeten zien aan een individu. Ik bedoel, we moeten echt stoppen met mensen in hokjes te plaatsen. Ik bedoel, wees gewoon jezelf. En wees gewoon gelukkig met wie je bent. En dat is alles wat ik nog wil zeggen. Dus love you all. And see you next time.